Ik heb mijn naam eruit dan. Vast niet. Ik ben er ook weer. Ja, duidelijk aanwezig. Dit jaar is Sinterklaas toch weer gekomen om jullie met wat leuks te kunnen belonen. Een jaar met goede en slechte dingen, maar Zwarte Piet wil daar nu niet over beginnen. Sint zegt, ach, laten we hopen dat deze dag een feest zal geven en jullie oma het weer kan meebeleven. We gaan nu maar vlugzaam kijken wat ze allemaal zullen krijgen. En uit dank vindt Zwarte Piet dat we zingen een mooi lied. Sinterklaas, oh nee, nee. Nou, dat kan laat worden hoor, vandaag. Hier zijn dan de meisjes weer fijn bij elkaar. Zo leuk met z'n allen voor Sint dit jaar. De maasjes en tappers, ook toebaks erbij. Ons moeder. Wij draaien de keuken en vraag niet hoe. Of stel maakt haar grapjes, ons dia bedient. Ons shalom te roken en oma geniet. Hier zijn dan de meisjes. Bye.
kon je dans? Haasjes en tappers, ook toebak erbij. Ons moeder maakt pakjes en iedereen blij. Zeg, ome Henk, gaat u weer zo'n spannend verhaaltje vertellen? Nee, we gaan nu gezellig rond de centrale verwarming zitten en leuke Sinterklaasliedjes zingen. En hier is Sint-Nicolaas. Zijn hier nog stoute kinderen? Oh nee, hè? Daar heb je hem ook weer. Sinterklaas moest dit jaar wel heel diep denken wat hij zou gaan schenken. Noord-Holland ligt zo ver weg, dat is voor Rogier wel pech. Vreemde wensen op Sint's lijst. Sokken zonder dat hij naar de schoenmaat verwijst. Zweetband voor hand of voor hoofd, wie zal het zeggen? Bij het resultaat moet hij zelf zich maar neerleggen. Nou ja, zo goed mogelijk, maar er iets van gemaakt, al is het waarschijnlijk niet volmaakt. Maar het pakje, maak het pakje nu maar open. Dus zien. Nou, dat zeg hij. Ja. Klaar hoor. Ah, nee, en we gaan. Oh, het is een hele grote ijsfilistoen. In de jaar, de koudste tijd, is het dat Sint en Piet over de dakrand in de daken rijdt. Hij zag hem tot zijn grote schrik. Een hans met een koude blik. Daarvoor is dit iets wat je misschien al hebt, maar Sint vond het niet zo gek. Sint en Piet. Hey, een sub. Ik denk sokken die niet kiepelen. Een sub. Ja, ik heb al vier keer gevraagd. Ik denk niet zo even vijf. Sinterklaas voelt zich niet goed, dat komt. Door al dat suikergoed en al die pepernoten. Taai-taai, chocolade enzovoort. Al zijn kiezen zijn al uitgeboord. Zeg, wordt zijn kunst gebeten. Sinterklaas, het is daar voor. Oh, nee, ben ik. Ken jij die ook al? Ja, nou niet. Ken jij die ook al? Ja, maar niet bij ons uit de winkel. Ja, ja. Maandag, ken jij die? Ja. Nee. Ja, dat kan allemaal zien zitten. Ja. Oh, W-E. Nog een ruimte. Heel veel heeft Piet moeten denken om voor Hans wat te schenken. Sint zei, dit lijkt wel wat, zeker om mee te nemen op de lange lat. Je moet maar vlug je pakje bekijken. Piet dacht, dat zal je echt niet spijten. Sint en Piet. Ja, leuk.
god. Ik het ook. Wat kan die rijmen, zeg? Ja, welke krant is dit? Mama, ja, Jan Beroep, ja. Inderdaad, inderdaad, die zijn van dezelfde leeftijd. Die hebben samen op school gezeten. Die Beroepen? Hij en ja, de nutschool. De nutschool. Is het een Brabantse krant of een Hamburgse krant? Losse suffer. Hé, dit zijn leuke bakjes. Losse suffert. Kost één hele krant. Is dat ik niet kan raden natuurlijk. Dat denk ik, ja. Dat is altijd zo. Kijk, ik heb nog een maat. Zit er wel wat in? Dankjewel, Sinterklaas. Kijk aan, zeg. Daar kan ik tenminste alles in pakken. Nou, alles. Daar kun je een beetje skischoen in. Zoveel make-up? Nee. Dankjewel. Ik ben net terug in Spanje. Ha, hallo kleine. Nou, wil je een liedje zingen voor de Sint? Nou, dan krijg je zometeen van Piet een handvol pepernoten. Maar welk liedje ga je zingen dan? Sinterklaas is dood. Hij heeft jou bedrogen. Leuks gekocht, je raakt er zeker aan verknocht. Dit cadeautje lijkt een beetje op oom Hans. En ieder jaar heb je met hem weer geen chance. Ja. Ja. Een oplaksnor. Ik dacht dat ze daar niet even waren. Nou, wel. Het is niet al te nuttig, maar wel vrij. Dus open maar in een handomdraai. Sint en Piet. Nou. Leuk ruim hoor. Toch die streep niet. Nee. Lijkt hier voor me. Dat is denk ik een hele grote onderbroek, Sil. Kijk maar uit, Sil. Kom nou, Sil. Oh, wat leuk. Goed dag, mensen in de baas. Nou, ja hoor. Zus of zo, gokken maar. Kom op, Maxime, werp je er nu maar in. Aan jou de eer, zin of geen zin. Elk jaar na Sinterklaas komt er ook een grote baas. Nu had Sinterklaas een idee, waarom mix hij niet die twee? Dus hij heeft hier een kleine boom en daaronder ligt geen fantoom. Ook nog natuurlijk iets van Sinterklaas. Want hier zie je nu zeker ook de baas. Dus als je het geraakt hebt. Hey, Hij is bij jullie weer te kopen volgens mij. Ik wil nog niet sterven van onze zon. Hij heeft wel veel geld zo, hè. Dat is een vader die besteunen stelt. Nee.
Stond niet in deze rij, in die rij. Het mag niet kriebelen, ze moesten zeer schoon zijn of een setje voor Elektra, maar al was het dan maar klein. Te kopen bij Doe het zelf zakkerij, maar daar zag Sint niets voor Hans bij. Sint dacht meer aan iets wat veilig zou zijn, dan doet het vallen niet zo heel veel pijn. Hans klust, verhuisd, doet aan bosologie. Wat doet die jongen eigenlijk niet? Ik hoor je echt niet hoor. Beetje harder. Even overnieuw hoor. Hij doet het taak ook een keertje. Even overnieuw. Nee. Even overnieuw. Best Hans. Eigenlijk niet. Ja, treinen, fietsen, lopen en ook nog werken bij de AIVD. Volgend jaar misschien. Daarom dacht deze Sint, hier kan Hans wel wat mee. Met al deze veelzijdige bezigheden is dit wel iets misschien. Het zal best bevallen, dat zul je zelf zien. Maar als je dan tijd hebt om van je vrije tijd te gaan genieten, kun je met dit presentje jezelf veilig van de berg laten schieten. Oh, veilig nog wel. Blijf staan niet meer durven. Alles is nu veilig gesteld voor deze regisseur, daarom legt de Sint dit cadeau voor Hans van Weijden zijn deur. Kijk. De Sint. Het is verkeerd bezorgd. Ja, ik weet niet, maar moeten wij nou soms uitkijken voor de moslims? Die zijn ook van die doosjes. Hierna niet meer. Het is wel typisch Al-Qaeda papier. Ja. Tik dat. Heb je dat voor rond laten gaan? Chris? Steek er een lontje uit of niet? Kan er iemand helpen om open te maken? Ik heb helemaal geen brommen. Wel even passen. Met schroefdraad. Dank u, Sinterklaas. Hadden ze geen vierkanten? En gaan we niet meer. Dan gaat er een kleur van. Wat erop.
mooi. Ja, bedankt. Ik ben er echt blij mee. Hij weet zeker dat je hierom lacht. Maak het open, het is lang niet gek. Drapeer het maar mooi om je nek. Oh! Ja. Oh, mooi! Oh, die vind ik wel heel mooi. Dat zijn je nog op de markt? Ja, die zijn nog op de markt, ja. Oh, daar zijn je nog. Ja, dat is een kastje. Het hele zaakje runt, dus behoorlijk peest. Maar gelukkig heb je een aardig vent die thuis de boel op orde houdt. Zo worden jullie samen aan de Heulweg lekker oud. Met je kanariegele autootje rijd je af en aan. Oma kart vaak mee en op zaterdag lekker naar de Bossenmarkt gaan. Je ziet Sinterklaas weet alles ook al. Is zij heel oud, daarom ging hij naar een winkel voor een boek waar ze een jaar om hebben gerouwd. Och jee, dat oh, ben ik wel. Jee. Maar ja, het moet een levensechte biografie zijn. Nee, deze gaat niet over diëten voor de slankerij. Sint hoopt dat het een waar en boeiend verhaal mag zijn, omdat het budget voor dit presentje was iets wat te klein. Ja, ik wil wel wat bijpassen. Heeft de Sint een extraatje gedaan met zijn petekind? Die heeft er een centje, heeft de Sint een extraatje gedaan met zijn petekind. Die heeft er eentje, een centje aan bijgedragen en hoopt dat dit Ellie zal beharen. Sinterklaas met zijn petekind. Dankjewel. Ik denk van wel. Daarin staat dat die andere kinderen. Oh nee, nee, mama komt nog, mama komt nog. Monique. Tante Monique. Tante Monique. Oh, oh ja, mama. Dan kunnen we, ja, maar Dorothy komt daar ook nog. En Maxime. Even kijken hoor. Oh. Heel even nog niet springen, hè? Weggooien. Dank u, Sinterklaasje! Sintse plannen, niet zoals het horen zou. Waar zijn ze nou? Waar zijn ze? De nieuwe club van Sinterklaas, die mist drie bieten, want helaas hebben zij de boven.